Hier gaan we kijken naar de halve finale, overklasse 10-11 jaar, met Joyce Bach, Lars Horman, Jasper van Zutphen, Kevin Slotboom, Michael van Leijsen, Sjors Geert, Noah van Essen en Joey Eikelen. Het is Joey Eikelen die daar met een hele mooie sprong de eerste positie te pakken heeft, gevolgd door Noah van Essen, de man van het Mabo BMX team. Hij zit daar op plaats nummer 2, ligt op koers voor de finale in deze overklasse. We gaan kijken naar de nummer 3, en dit is Geertshoff, dat is Sjors Geert, de man uit Volkel. En de vierde man in dit rijtje is Kevin Slotboom. Kevin Slotboom ligt op koers voor de finale, of is het Lars Horman die daar...